winkel die ik me het meest herinner uit mijn jeugd is de Chinese winkel, waar ik met mijn ouders wel eens kwam om spulletjes te kopen die je niet in de supermarkt kon krijgen. Wat ik me dan vooral herinner zijn dan al die producten die je anders nooit zag. Dus allemaal verschillende soorten noedels en al dat soort producten. Vroeger was het ook echt zeg maar, een punt waar je mensen ontmoette en met mensen praatte. En ze hadden allemaal verschillende producten en elke winkel had andere producten en dat is helemaal anders.